Welkom opnieuw bij een nieuwe aflevering van Silans Lotto TV en we gaan vandaag naar de eerste etappe kijken van de Ronde van Australië. De Ronde van Australië is sinds dit jaar ook een Pro Tour wedstrijd. We zien op het profiel van deze eerste etappe dat het een sprint etappe gaat worden. Er zit maar één kleine helling in waar ook bergpunten te verdienen zijn, maar ik denk niet dat dat veel verschil gaat maken voor de sprinters. Hier komt het verslag van de eerste etappe van de Ronde van Australië. En we zien meteen tal van demarages op dat klimmetje, waar er ook bergpunten te verdienen zijn. Iedereen wil wel met zo'n trui rondrijden. En we zien onder andere de Est-kampioen Poetsepp en ook Monnier. En daar komt ook een Silans Lotto-renner en het is Francis de Greef, de jonge klimmer. En kijk, hij rijdt ze allemaal voorbij en hij gaat die punten pakken. Ja. Hij gaat morgen starten met de bergtrui aan en dat is toch wel mooi voor zo'n jonge renner. Achter deze kopgroep zien we weer tal van demarages en de eerste die naar deze kopgroep toe rijdt is onze Belg Stijn van den Berg die dit jaar bij AG2R rijdt. Francis de Greef laat zich opnieuw terug naar het peloton zakken en dan ontstaat er een kopgroep van 8 man. Ondertussen zien we in het peloton dat Rabobank en Team CSC aan het rijden zijn. Ze hebben uiteraard goede sprinters, maar het is wel opvallend dat Silans Lotto met McEwen niet meer rijdt. Op 16 kilometer van de streep rijdt nog één man op kop, Ongarato. Hij maakte deel uit van de 8 vluchters, waar hij in het gezelschap zat van Bates, Van den Berg, Monnier, Garcia Acosta, Kirjev, Brew en Poetsepp. Hun maximum voorsprong was 5 minuten. En dan gaan we meteen door naar de sprint. We zien treintjes van CSC en ook Gerold Steiner. En we zien Bram Tankink op kop met in zijn wiel Gardijn en dan McEwen. En we zien ook iemand van Silans Lotto wegspurten van het peloton. En dat is Lijf Hoste. Hij probeert het van ver. Ondertussen heeft Gardijn de sprint al ingezet en McEwen komt er nu over. McEwen heel snel naar het wiel van Lijf Hoste. Freire komt in de laatste 100 meter nog sterk opzetten, maar McEwen kan het houden en wint in de Ronde van Australië. Freire wordt tweede, Napolitano derde, Hoste wordt heel mooi vierde, O'Grady vijfde, Huisler 6, Fischer op 7, Dean op 8, Gorik Gardijn op 9 en Zabel op 10. Zo, dit was het voor vandaag bij Silans Lotto TV. Morgen zijn we er met de tweede etappe van de Ronde van Australië.